Ja? Ja, man. Gruwelijk. Echt. Jullie weten hoe het allemaal begonnen is, of wat? Kees, toch? Ja? Maar hebben jullie geen zin in nieuwere shit? Ja? Moet ik niet even wat van het album weggeven of zo? Gaat met de vrouwen op straat, dat hij niet beter weet dat zij zwangere vrouwen verlaat. Maar haar moeder heeft een fout gemaakt. Ze is een product van die fout en ze was die zouden. Nou is het laat. Nu is ze 16 met een grote zwak voor boys. Materialistisch opgevoed en papa was ze nooit. Ook al was ze mooi, kende ze haar waarde niet. Vandaar dat ze haar leven voor een gozer had verklooid. Mama zei, ja, zoek een jongen die voor jou de rekening betaalt. Ze werd verliefd op een dealer, toch had ze enigszins gefaald. Want deze jongen brengt wel brood op de plank, maar hij doet het niks voor. Hij bloot op de bank en mama vond haar met hem bloot op de bank. Dus maakte ruzie met hem en zij koos voor zijn kant en trok bij hem in. Terwijl hij ook woont bij zijn man, ze dacht alleen maar met haar hand, niet met haar hoofd even staan. Hij dacht in handen, maar niet op het niveau van een man. Hij zag haar zwak verraad, dus hij bekocht stoofd dus de plan. Een kruimel dief, zo voest naar een grotere vaas. Dus zij bood haar een kans, maar opportunisten zoeken mensen die een optie missen om ze op te lichten, maar ze brengen het als optimisten. En zij ze maken niet druk. Iedereen,